Ik weet zeker dat jij niet sneller een like kan geven dan dat ik onzichtbaar word in Roblox. En de like challenge begint nu voor extra geluk. Ik ben onzichtbaar en het is amazing. Oké, wij spelen vandaag een spel waarbij we moeten proberen te overleven op allemaal verschillende soorten eilandjes. Op elk eilandje gebeurt er een disaster, een ramp, een creepypasta, whatsoever. En wij moeten proberen daar niet door geraakt te worden. Ik heb een aantal codes voor jullie in dit spel waar mensen gebruik van kunnen maken. En met die codes... Oh my gosh, ik ben af. Oké, ik kan mezelf gelukkig laten respannen. En met die codes kan jij vervolgens geheel gratis muntjes, kisten en andere dingen unlocken die normaal gesproken honderden Robux kosten. Ik ga die zo meteen delen. Maar wat ik eigenlijk eerst probeer te doen, dat is namelijk iets wat mij niet helemaal lukt op dit moment. Is ik wil... Ah, hier kan dat. Dus ik kan deze nu even wegdoen. Of kan dat niet? Ja, nice. Oké, ja, dat is exact wat ik wil. Alright, that is amazing. Oké, dus wat ik nu zeg maar heb is iets heel chills. Ik kan nu met mijn zwaard gewoon even spelers inmaken. Dat is iets waar ik de hele tijd op aan het wachten was eigenlijk. En nu heb ik het eigenlijk. Dus ik moet gewoon proberen om bij spelers in de buurt te komen. En als ik dat ben, dan kan ik ze als het goed is inmaken met mijn zwaard. Het is namelijk de bedoeling dat niet alleen de disasters ervoor zorgen dat mensen worden ingemaakt. Maar ook jij als speler. En dat kan je bijvoorbeeld doen met een zwaard. Dat kan je doen met een UFO. Er zijn allemaal verschillende soorten methoden om dat te doen. En, well, that's pretty amazing, you know. De UFO is misschien wel een van mijn favorieten. Oeh, er zijn twee mensen daar met een zwaard. Oké, ik moet lijp voorzichtig zijn. Oh, nee. Heeft hij nog een zwaard? Heeft hij nog een zwaard? Hij heeft nog een zwaard, hè? Ja, hij heeft nog een zwaard. Oké, wegwezen. 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 Nee. Gaan we niet doen, gaan we niet doen, gaan we niet doen. Ja, ik weet het wel, in dit spel, en dat is misschien een klein beetje oneerlijk. Als je power-ups hebt, is de kans op winnen wel echt gewoon veel groter. Omdat power-ups in dit spel zijn zo overpowered ten opzichte van bijvoorbeeld andere games in Roblox, waarbij power-ups op zich nog wel meevallen. Dus dat is wel iets om, to keep in mind, zeg maar. Maar aan de andere kant, het is wel echt een super grappig spel. Elk eilandje, daar gebeurt wel iets naars. Daar is een disaster. Ja, dat was geen verstandig idee om, bij mij, om naar mij toe te gaan. Tenminste, dat denk ik. Want wat ik namelijk ga doen... is ik ga een UFO erbij halen, by now. En die UFO, die ga ik in. Zo, en jij bent de eerste die met mij meegaat. Let's go. En ik ga jou in het water laten vallen. Ja, de UFO, dat is echt bovenal een van de allersterkste van allemaal. Met de UFO kun je er namelijk echt gewoon letterlijk voor zorgen dat je mensen in een fractie van een seconde inmaakt. Bijvoorbeeld, hier hebben we iemand met supergoede schoenen. En die probeert weg te komen zo snel het maar kan. Want die weet natuurlijk dat ik achter haar aan zit. Maar ze moet vroeg of laat toch naar beneden. En dan kan ik haar pakken. Als het niet met de UFO is, dan is het wel met iets anders. Heb ik er? Oeh, bijna. Nou ja, laten we het dan maar afmaken, right? Oh, gemeen. Gemeen. Oké, er zijn in totaal nog, ik denk, drie spelers. Twee spelers, daar gaat er zojuist één af. Er zijn nog twee spelers in totaal over. En ik denk op zich dat als wij snel genoeg zijn, dat we er wel één kunnen inmaken. Oeh, ik weet niet of ik dit ga halen. Oké, ze gaan allebei op hetzelfde eilandje staan. Ik ben er almost. Ik ben er. En let's go. Oeh, come on. Oké, ik heb hem net niet kunnen inmaken. Oké, weet je wat ik gewoon ga doen? Ik blijf hier wel... Maar, nee, weet je, ik ga gewoon naar een ander eilandje toe. Want iemand gaat zometeen een zwaard hebben, dan ben ik die pineut. Huh, nice, and let's go. Oké, nog twee spelers, dames en heren. Dan hebben wij gewonnen. Tenminste, als wij de twee spelers kunnen inmaken. Ik ga er denk ik één UFO bij halen. Ik denk dat de UFO er echt voor gaat zorgen dat ik ze nu allebei tegelijkertijd kan inmaken. Let op, 3, 2, 1. Kan ik de UFO niet meer plaatsen? Oh, ik kan de UFO niet meer plaatsen. Zeg maar, als je te vaak een power-up hebt gebruikt, dan laat het spel jou niet meer toe om dat nog een keer in hetzelfde potje te doen. Omdat het dan zeg maar een beetje oneerlijk wordt. Ik kan me daar op zich ook wel in vinden. Oeh, dat was een kraken! De kraken is een mythologisch onderwaterwezen met gigantische tentakels die eilanden in één keer kan opslokken. Oké, er zijn nog twee mensen over. We need to win this, you know. We definitely need to win this. Oké, is er iets wat we überhaupt kunnen gebruiken op dit moment en waar we wat aan hebben? De UFO? Ik kan nog steeds de UFO niet gebruiken. Ik mag alleen maar mijn boots gebruiken. Oké, het is eigenlijk best wel zonde dat ik dat nu heb gedaan. Ik wou het eigenlijk meer even testen om te checken of het kon. Het kan in ieder geval, so that's pretty amazing. Oeh, nee. Oeh, nee. Oh, de jongen gaat af. Wat doet hij nou? Oh, hij staat in het midden. Oh, dat is zo... Dat is zo ongelooflijk slim. Ik ben af. Ik heb helaas niet gewonnen. Maar ik heb wel een ander voordeel. En dat is dat ik een aantal codes heb voor jullie. Die jullie kunnen gebruiken in dit spel. Voor gratis muntjes. Het waarde van honderden Robux. Dus heb jij geen Robux. Maar wil je toch epische dingen in dit spel. Gebruik de code follower. Dat is één van de codes. Gebruik de code cursed candy. Dit is echt de meest epische van allemaal. 6 ghostifies. 66 rubies. En 666 coins. Dan heb ik hier de code... Oh my gosh, dat ging een beetje snel. Dan heb ik hier de code 40k. Dan heb ik hier de code 30k. En dan heb ik hier voor jullie de code 10k. Met deze codes krijg je allemaal super epische dingen. Dit waren overigens wel alle codes die ik met jullie te delen had. Maar besef hoeveel muntjes ik heb gekregen. Ik heb in totaal 3000 muntjes gekregen door de codes die ik zojuist heb gedeeld. En om even in te laten weten hoeveel Robux dat normaal gesproken zou zijn. Dat zou normaal gesproken...
ongeveer 450 Robux zijn. 400 Robux. Dat is gewoon letterlijk 400 Robux gratis. Helemaal voor niets. En als je nou denkt, ja, maar wat kan je dan eigenlijk met die muntjes en met die gems en met al die dingen? Nou, daar kan je crates van openen. En laat ik dat ook gelijk even zien. Bijvoorbeeld deze crate, dat is een zeldzame. Ik kan die nu unlocken. Ik kies bijvoorbeeld links, midden, rechts. Welke zou jij kiezen? Kies een mystery box. Nou, ik ga voor rechts. En er zit in... Oeh, ik heb een rare gekregen. Nou, nu denk je van, Job, wat was dat eigenlijk wat je daar kreeg? Dat is dit. Ik heb dus nu een soort van gek vuur gekregen bij mijn handen, wat super overpowered is. Ik heb 11 UFO's. Oh my gosh, dat is zo ongelooflijk overpowered. Kijk, ik heb een idee. Ik heb even geduld, zeg maar. Ik heb even geduld, maar 3, 2, 1 en UFO. Kijk, dit is mijn hele plan, want nu heb ik echt een UFO op het echt juiste moment, zeg maar. Waarbij ik mensen ook gelijk in het water kan solimieteren. Ja, jij denkt slim te zijn, hè? Jij denkt slim te zijn. Nou, ik kan je vertellen, dat ben je helaas op dit moment eventjes niet. Zo, we hebben weer iemand. Kijk, je moet de UFO echt op het juiste moment spannen. Dat is heel belangrijk. Als je dat namelijk niet doet, dan heb je er eigenlijk helemaal niks aan. De UFO die maakt mensen in door eigenlijk met die laserbeams een soort van gewoon letterlijk in te maken. En je kunt mensen ook in het water gooien, dus dat helpt ook. Oh, nee! Rejoin. Oké, wacht. Ja, ik heb een zwaard. Doei. Oh, ik ben echt gewoon een machine in dit spel op dit moment, hè. Ik heb zoveel mensen ingemaakt. Dat is eigenlijk gewoon bijna oneerlijk. En ik heb mijn zwaard nog steeds. So, if I'm quick, like, kan ik iedereen waarschijnlijk nog wel even inmaken. Oeh, nice. Oké. Ja, nee, dat was het. Ik heb bijna iedereen al ingemaakt. Besef hoe erg eigenlijk, hè. Ik heb letterlijk op dit moment bijna iedereen al ingemaakt. Dit kan nog wel eens het allerkortste potje ever worden in Cursed Island. Oh my gosh, kan ik nog een UFO? Ik kan ook gewoon letterlijk nog een UFO pakken. Zo erg. Zo ongelooflijk erg. Oké. Jij gaat met mij mee. Jij bent af. En kom hier. Ja, ik heb jou ook. En ik denk dat ik letterlijk heb gewonnen. Moet je nagaan wat Game Passes in een spel kunnen aanrichten. Het is eigenlijk best wel schandalig, right? Ik heb denk ik letterlijk iedereen ingemaakt. Oh, wat erg. Oh, dit is echt letterlijk het allerkortste potje ever. En ik moet zeggen, ja, het komt door de power-ups. Ik moet eerlijk toegeven, het komt definitely door de power-ups. Oké, ik heb geloof ik nog een kistje die je kan openen. Dus misschien is dat wel een leuk idee. Ja, laten we gaan voor deze. Dit is een niet zo zeldzame, maar er kan alsnog wel iets goeds in zitten. Wat hebben we erin zitten? We hebben een cosmetic gekregen. Dat zijn zeg maar een soort van particles. Die kunnen best wel episch zijn. Ik heb er nog één geopend, maar ik vrees dat er iets mis is gegaan zojuist. Dus ik ga er gewoon nog één openen. Oké, ik kies voor de linker. Wat zit er in de linkerkist? Het is een cosmetic. Weer een cosmetic. Nou, doe ik er nog eentje om het mee af te sluiten. En dan kies ik voor de rechter. En daar zit in weer een cosmetic. Ja, meestal krijg je alleen maar een beetje dezelfde dingen eruit. Dus op zich ook best wel logisch, right? Dat niet alles gelijk heel zeldzaam is in het spel. In ieder geval, ik ben onzichtbaar. Maar, eigenlijk heb je er weinig aan in dit spel om onzichtbaar te zijn. Het is naar mijn idee... Ik verslikte me. Het is naar mijn idee een van de iets minder zeldzame dingen, zeg maar. Een van mijn all-time favorites. Dat is toch gewoon echt de UFO. Omdat je mensen er gewoon echt super gemakkelijk mee kunt inmaken. Door ze eigenlijk gewoon in het water te solimieten. En dan zijn ze gewoon af. Dus dat is een soort van de beste manier. Kijk, ik ben echt letterlijk op een streak, jongen. Dat is niet normaal. Ik heb echt al zoveel mensen ingemaakt. Gewoon letterlijk in de eerste minuut van het potje. Oeh, zij heeft geluk. Oké, dan maak ik jou nog wel even in. Zij heeft namelijk ook van die snelle schoenen. Dus dan moet je iemand eigenlijk extra snel in proberen te maken. Oké, nice. Ik heb meerdere mensen ingemaakt. Ik pak nog even een zwaard erbij. Zo, check this out. Dit is werkelijk waar bizar. En ik weet het. Dat is eigenlijk echt super oneerlijk. Maar hey, we're trying, right? We're trying. Nice. Oké, dus hoeveel mensen zijn er nog over? Er zijn nog best wel... Oeh, er zijn nog best wel wat mensen over. Maar misschien als we heel snel zijn dat we hier nog gebruik van kunnen maken. Gaat dat lukken? Ah, dat is te groot. Oh, zij is de pineut. Zij is letterlijk... Oh, ze heeft het net gehaald. Oké, dat is best wel knap eigenlijk. Nice. We zitten hier nu lekker op een eilandje. En ik ga hier ondertussen gewoon even een crate openen. Dit is een van de zeldzaamste crates die er is. Kan dus ook iets heel moois in zitten. Oeh, een epic cape. Oh, nice. Oké, die is wel echt heel... Deze is wel echt heel gaaf. Oh, maar we kunnen ook echt... Oh nee, laat maar. We moeten 80 Robux betalen als wij 2 cosmetics tegelijkertijd willen meenemen. Maar ja, dit was pretty amazing, you know. Heb ik weer een zwaard? Nee, ik kan niet weer een zwaard erbij pakken. Een UFO? Kan ik een UFO erbij pakken? Nee, ik kan ook geen UFO erbij pakken. Oké. Ik moet zeggen, dat vind ik wel goed hoor in het spel. Dat je niet zeg maar power-up naar power-up naar power-up kunt gebruiken. Want dan wordt het inderdaad wel echt heel erg oneerlijk. Ik wil trouwens wel eventjes iets fixen. En dat is zeg maar dat ik liever deze heb dan die dingen waarmee je onzichtbaar wordt. Ik vind zeg maar die dingen waarmee je onzichtbaar wordt, ik heb daar echt helemaal niks mee. Ik heb liever die schoenen waarmee je heel hoog kunt springen. Want dan kun je zeg maar nog van het ene eilandje naar het andere eilandje. En daar heb je ook echt gewoon nog wat aan. Oké, so far so good. Oh my gosh, dit is zo oneerlijk eigenlijk. Hè. Met al die power-ups is het zo... Nou, het is niet per se makkelijk om te winnen. Hè. Begrijp me niet verkeerd. Het is niet zo omdat als je power-ups hebt dat je dan gelijk... Tja. Dat is Jobtaal voor iedereen inmaken. Dat is ook weer niet zo. Maar het vergemakkelijkt het wel een beetje.
minimaal, weet je wel. Het vergemakkelijkt het wel een beetje. Oké, there we go. Ik heb het idee dat we op zich nu alweer een power-up kunnen gebruiken. Of het is echt zo dat je het maar 2 keer per potje kunt doen. Ja, oh nee. Oh nee. Oké, snel. Oh ja, ik heb een zwaard. Oh, het kan wel dus. Oh my gosh, het kan wel. Oeh, oh, ja, ja, dat was een beetje mijn eigen bad. Dat was een beetje mijn eigen fout. Ik kan wel een UFO gebruiken. Oké, dat komt nu wel echt heel erg goed uit. Dat komt nu wel echt heel erg goed uit. Sorry, jongeman. Ik neem jou mee. Ik gooi jou in het water. En jou ook. Of nee, jou hoef ik niet eens in het water te gooien. Oké, nice. Het gaat best wel goed. Het gaat best wel lekker. Oh, wacht, deze persoon ga ik gewoon hier zo gooien. Dan gaat hij waarschijnlijk ingemaakt worden door die messen. Ja, ik had gelijk. Oké, en nu alleen jij nog. Nu alleen jij nog. Gewoon hier zo. Ja, nice. Oh, nu ga ik er zelf ook in vallen, vrees ik. Of niet? Oeh, voorzichtig. Ik moet echt even hierboven blijven hangen. Ja, nice. Oké. Ik heb het idee dat ik iedereen heb ingemaakt. Ik heb echt het idee dat ik op het allerlaatste moment iedereen heb ingemaakt. We did it. Like voor meer en adios. Oké, dit is geniaal.